Dit is het Haal meer uit de weg verkeersjournaal. Het journaal houdt u op de hoogte van wegwerkzaamheden op de belangrijkste doorgaande wegen in Brabant. De verkeerssituatie op de randweg Eindhoven verandert vanaf 12 december drastisch. Weggebruikers moeten vanaf dan kiezen tussen de hoofdrijbaan voor het doorgaande verkeer of de parallelrijbaan voor het lokale verkeer. De hoofdrijbaan is bestemd voor het doorgaande verkeer richting het noorden, Den Bosch, Tilburg en Nijmegen en het zuiden, Maastricht, Venlo, Antwerpen. Op de parallelrijbaan rijdt het verkeer met bestemming Eindhoven of directe omgeving. Vanaf 12 december wordt de hele autosnelweg in gebruik genomen, dus de A2. En dat betekent voor de weggebruiker dat ze moeten kiezen, kies ik A2 of kies ik N2. In de nieuwe situatie worden de hoofdrijbanen de A2 en de parallelrijbanen randweg N2 genoemd. De scheiding tussen doorgaand en regionaal verkeer moet zorgen voor een betere doorstroming. Automobilisten wordt geadviseerd goed op de borden te letten en geen navigatie te gebruiken. Ze moeten vanaf volgende week een keuze maken voor de N2 of de A2. Kies je N2, kies je voor Eindhoven, Veldhoven of Waalre. Kies je A2, kies je voor doorgaande richtingen. Voor meer informatie over deze en andere werkzaamheden en evenementen in heel Brabant, ga naar haalmeeruitdeweg.nl. Via deze website kunt u zich ook gratis abonneren op een mail- of sms-waarschuwingsservice.